staan hier in de Bernisse, in het Bernissengebied. En in de afgelopen tijd zijn hier inderdaad best wel wat boswerkzaamheden geweest. Vooral in het kader van de essentaksterfte, dus een bomenziekte die de boom de es aantast. Ja, die bomen die kunnen spontaan omvallen of er kunnen grote takken uitbreken. Dus we hebben het grootste deel van die bomen al weg moeten halen. Dus natuurlijk is daar jong bos voor teruggekomen. Dus een gemengd bos staat hier ook achter ons, zie je daar ook wat van. Een gemengd bos, maar het is nog heel klein. Kom nog op, maar er zijn heel veel essen zijn er al weggehaald. Er moet nog wat meer gebeuren zelfs. Er staat voor de komende zomer staat er dus nog, staat er in het midden en het zuidgebied van de Bernisse staat nog op de planning dat we daar ook nog essen weg gaan halen. Dat gaat best wel een impact geven. Het zal er anders uit gaan zien dan dat het er nu uitziet. Maar ook daar zullen we opnieuw nieuw bos inplanten. Maar houd er dus wel rekening mee dat vooral rond de plas bij Stompaard, dat daar wel wat hinder ondervonden kan worden. Dus dat er grote machines langskomen rijden of dat je tijdelijk even niet bij de trailerhelling daar kan. Dus dat staat er voor deze zomer op de planning. En volgend jaar in de zomer staat er op de planning dat we in het zuidelijke bos bij Zuidland, bij Simonshaven, dat we daar populieren weg zullen gaan halen. En dat is een kleine reguliere dunning, zoals dat heet. Dus we halen er maar een paar weg om te zorgen dat er wat meer licht en lucht komt. Vooral langs de bosrand, zodat daar de overgang van plat naar bos, dat dat wat geleidelijker zal oplopen. En dat er dus ook rozen meer de kans krijgen om te gaan bloeien. Dat er meidoorn, sleedoorn, daar aan de rand echt de bloeiende struiken wat meer kunnen gaan ontwikkelen. Maar dat zal wat kleinere impact hebben dan die essentaksterfte. En op een nog iets verdere termijn zijn we bezig met bosuitbreiding. Dus dat er meer bosvakken gaan komen in de Bernisse. De meeste werkzaamheden zijn nodig om het bos gezond en toekomstbestendig te houden. Vooral rondom essentaksterfte is natuurlijk dat we het ook veilig willen houden voor alle gebruikers. Als we het hebben over een dunning, dan willen we dat het bos zich kan ontwikkelen. Om zo gezond en zo toekomstbestendig mogelijk te worden. Dus dan gaan de snel groeiende bomen die gaan uiteindelijk plaatsmaken voor de langzaam groeiende bomen die honderden jaren oud kunnen worden. Dus het bos ontwikkelt zich en dat is dan nodig dat er af en toe wat werkzaamheden zijn. En als we het hebben over bosuitbreiding, ligt er een grote ambitie om meer groen te creëren. Meer bos is meer beter, zeg ik altijd. Dus er zijn best wel veel plekken in het Bernissengebied, maar ook langs de Brielse Meer. Waar nu bijvoorbeeld gras ligt, wat minder gebruikt wordt, waar fantastisch bos zou kunnen komen. En hier zie je al een klein stukje waar we al die omvorming ook hebben uitgevoerd. Dus er staan al wat meer bomen dan wat er vroeger heeft gestaan. En uiteindelijk willen we dat er in het Bernissengebied en langs de Brielse Maas, dat er zo'n ongeveer 34 hectare extra bosgrond komt. Dus we zitten overal kleine plukjes bij elkaar te verzamelen waar we bomen kunnen gaan planten, zodat in de toekomst daar echt een bosklimaat ontstaat. En daar zijn we dus nu heel druk mee bezig om dat uit te pluizen. En daar willen we graag mensen ook meer over vertellen. Sowieso staat er de informatie op onze website, maar ik wil graag iedereen uitnodigen om komende donderdag 15 juni naar het Bernissengebied te komen. Daar staan wij met een caravan, daar sta ik met een collega boswachter van mij. En wij hebben alle informatie bij hand om alle uitleg te geven over de boswerkzaamheden die er gaan komen. Zowel essentaksterfte als de dunning. Maar ook vooral ook om te vertellen over de bosuitbreiding die we willen gaan doen. Mocht je daar vragen over hebben, mocht je meer informatie willen weten, input leveren. Dus wil je daar ook wat over te zeggen hebben, kom vooral naar die caravan toe. We staan tussen 4 en 8 ter hoogte van de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Heemvliet. Kom daar naartoe. We hebben koffie, thee, wat lekkers. We hebben alle kaarten bij met alle de gebieden erop. Je kunt mee intekenen waar wil je wel extra bos hebben, waar wil je geen extra bos hebben. Dus kom vooral op 15 juni naar de caravan toe en denk mee en stel je vragen.